Hallo, ik ben Mark Rutte en welkom bij een nieuwe video op het tweede kanaal. Misschien, geen idee of het leuk genoeg wordt. Als je dit ziet is het echt hilarisch. Dit is onze gast. Ja, je kent hem van Twitch misschien. Klopt. Wist je dat 90% niet geabonneerd is? Dat is echt heel tragisch. Laten we gauw beginnen. We gaan eens een Near Death compilation kijken. Wat ik vooral schokkend vind is dat, zeg maar, hoeveel Near Death beelden er zijn. Dat betekent zo dat er echt bizar veel mensen die doodgaan op camera moeten staan. Want deze video's zijn echt bijna wekelijks komen die gewoon. Met ja, maar vroeger ging ik nog wel eens naar van die shock websites. Op websites LiveLeak, daar kwamen gewoon alle video's waar mensen dood gingen. Wat is het naaste wat je hebt gezien op LiveLeak? Ik denk dat het was een guy die zat tussen de trein en het perron. Oh. Zat hij daar tussen. En wat deed hij daar? Ik heb geen idee wat hij daar deed. Maar doordat die trein er langs ging, ik denk dat ik hem oprecht 10 rondjes zien draaien. Dat was echt ziek. Ik vind het eigenlijk heel naar dat ik eigenlijk op een te jonge leeftijd best wel fucked up beelden heb gezien. Dat is dan wel weer echt een nadeel van het internet. Ik was toch nieuwsgierig. Ik ging er toch naar op zoek. Voor mij noemen ze dat morbid curiosity. Wat ik sowieso bij veel van die filmpjes is dat ik vaak het geluid eigenlijk nader vond dan het beeld ofzo. Ik had één filmpje gezien waar een vrouw aan het autorijden was en een jochie gooide een baksteen van een viaduct ofzo. En die kwam echt zo vol in haar gezicht. Echt gewoon hele schedel gewoon open. Maar dat geluid was eigenlijk veel nader. Dat is een hele goede introductie dit. Marius, je mag dit eruit knippen. Nu is het veel zo'n, copyrighted naar, nu is het van ons. Ja, boom. Zullen we een serpent logo erbij zetten? Ja, rechtsboven. Niet steden dit alsjeblieft. Heb je dat? Nee. Sleep dit er gewoon op. Je kan allemaal wat dingen gaan slepen, ja, maar ik heb niks. En dan... Sigrid 2. Maar Sigrid 2. Zal er wel op? Dit was mijn computer, hè? Weet je, kloppen. Zo. Zo! Wow, die... Wat een dodge. Ik had zo benieuwd om te denken, wanneer gaat dit mis? Doe me denken aan een soort subreddit die heet geloof ik yes, 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 no ofzo. En dan heb je ook no, 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 yes. Ja. Dus dat heel erg fout uit te gaan op het laatste moment goed en dus het andere tegenovergestelde. Dat helemaal goed lijkt te gaan op het laatste, verneuk ze toch nog. Ik vind nog niet eens fout daar. Ik zag laatst nog een filmpje waar gewoon twee gasten gingen vechten. Personeel gozer, slamt hem gewoon zo en ik denk, pam, dood gewoon. Ga full cam, nee, nooit. Je kan het gewoon uitsnijden, toch? Maar dan zit wel lelijk uit en wanneer je... Boeien. Gaat om de content. Vertel het nog een keer, voor de edit. Nee. We gaan door. Sowieso een auto natuurlijk, want die bocht op. Ja, we gaan ineens... Oh. Hier gaat het nog goed, maar dan is er waarschijnlijk nog een auto. Oh. Oh. Oké, wat gaat hier fout? Ik denk deze hele stallage dondert gewoon naar beneden. Nee, maar ik denk niet. Nee. Dan gaat een vuurwerkje af in iemands gezicht. Ja. Oh. Oh. Oké, we hebben hier... Wat zijn ze aan het doen? Hoeden aan het maken. Glasvezel leggen. Glasvezel leggen. Klopt, klopt. In één keer goed. Ik denk, er komt in één keer een auto binnengereden. Zo rechtsboven. In één keer zo paam. Dat denk ik. Wat is jouw gok? Ik denk dat het in elkaar dondert. Nogmaals. Weer gewoon gebouwd. Structurele integriteit. Hoppa. Ah, oh, shit. Van een gat in de vloer. Wat Marius zegt, voor glasvezel leggen is het nodig dat de vloer open ligt. Dat is inderdaad het geval, Marius. Altijd bij deze compilatie, altijd van die avalanches. Ja. Altijd van die lawines die ze achtervolgen. Ze hebben ook een avalanche compilation die ik wel zo van 5 uur lang waarschijnlijk. Ja. Kom maar. Daar gaat hij. Heel ziek om te zien hoe je dus echt zo'n hele grote plaat hebt die ineens loskomt. En dat verschijnt gewoon. Daar zit je dan gewoon ineens in vast. Ja. Oh, ken je de video van die surfer in Nazar? Laat maar zien, gozertje. Hier, kom maar. Oké, voor mij Portugal zo uit mijn hoofd. Tering hoge golf en de enige manier hoe je ze kan surfen is ook dat je door een jetski getrokken wordt de golf in, anders heb je niet genoeg snelheid. Mm-hmm. Nou, dit is dus een guy. Oké, dus je wordt door een jetski voortgetrokken. Hij gaat nu een beetje kijken welke golf ga ik pakken. Dit doe je ook altijd toch? Dit doe ik ook. Ja. Of vet, respect. Ja, nou, dan zie je een mooi golfje aankomen, dus dan wordt hij op snelheid gebracht. Nou, sowieso, dit is echt fucking bizar al, waar we nu naar kijken. Wat een fucking grote golf ook. Is dat, joh. Maar je ziet dus, hij wordt gesmashed door de golf. Hij zit er gewoon nog steeds in ook. Oh jezus. Ziek hè? En dan maar gewoon strijden. En alleen je zit nu natuurlijk zit je op het punt waar de golven omslaan. Dus we blijven nu gewoon net het komen eigenlijk ook. Ja, precies. Dus nu moet je geluk hebben dat een jetski jou weer op tijd ziet tussen al dat schuim om je daar weg te halen. Kijk jongen, zie je dit op je afkomen hè? Gaan we weer. Dan gaat hij gewoon heel lang zo door, neem ik aan. Op een gegeven moment wordt hij uitgehaald. Maar waar het voornamelijk nu om gaat, is dat we de andere POV te zien krijgen. Die is interessant. Nu zie je echt hoe hoog die golven zijn en waar die steeds in komt te zitten. Bizar, joh. Kijk dit water. Kijk waar je dan in zit. Hè? Wat? Kijk wat er over je heen komt. Nou, ik weet niet of je een keertje door een kleine golf bent meegenomen. Dan heb je echt al het gevoel, een beetje alsof je in een soort wasmachine zit of zo. Yeah.
Nou, ik wil niet weten hoe het is om dit te ervaren. Strand Scheveningen. We gaan weer terug. Dit was dat. Dankjewel voor het internet zo. Dit is lief, dit is lief. What the fuck? What the fuck? Is vrouw er ook echt op af? Ik vind dat echt gewaagd. Ik zei dat toch denken, nou weet je... Laat mijn dier het maar uitzoeken. Oude hond maar ofzo, ja. Ja. Ze duwt echt gewoon actief die fucking beer. Kan dit wel een muurtje af? Ik ga gewoon prima. Oké. Is dit zo'n één iemand gaat op zijn bek, iedereen gaat op zijn bek denk ik? Waarschijnlijk. Uh-oh. Ja, daar gaan we. Ja jongens. We gaan niet met z'n allen zo, oeh, tegen die rand aan ook. Oei. Niet chill hoor. Deze moet dus wederom aan een video denken. Namelijk van die ene skilift waarvan de remmen kapot waren gegaan. En dat al die skilifts, laat maar zien, rol er maar in, rol er maar in. Skilift backwards, ik hoop dat ik hem zo kan vinden. Juist. Dit komt nog best wel vaak voor, een skilift valt soms even uit. En wat er dan gebeurt is dat hij wel gewoon een soort van... niet terug natuurlijk kan vallen. Dat hij dan automatisch op een soort van rem valt. Die rem was hier dus kapot gegaan, waardoor de weg omhoog zitten natuurlijk alle mensen in. Dus die kant is veel zwaarder, dus die ging vervolgens naar beneden toe. En dat is dan, want je hier ziet volledig om. Ze gaan achteruit. Er werd dan daar, hier zo ongeveer, werd er tegen iedereen gezegd van nu springen. Maar toch blijven er toch een paar zitten of zo, die dan niet op tijd uit kunnen komen. Hier klapt ze natuurlijk allemaal gewoon stil op elkaar. Zou je daar ook gewoon uitspringen, denk je? Dat zou wel moeten, denk ik. Maar ja, vanaf welke hoogte, weet je. Stel, het is op een rare manier geconstrueerd dat je vanaf 4 meter naar beneden moet springen. Ja. En je zegt springen, dat je denkt, nou, dat is wel hoog hoor, ik weet niet. Mijn opa is er dus een keer fout gegaan. Bij sommige oudere skiliften heb je dat je, wanneer je daar aankomt, bovenaan bij de skilift, dat er dan gelijk een soort van heuveltje naar beneden is. Mm-hmm. En mijn opa die bleef dus zitten. Dus wij schreeuwen uitgeflext. Opa, je moet er al uit! En die guy springt gewoon 2 meter naar beneden. Mijn opa is gewoon in de 70. Je wil ook niet een rondje weer naar beneden. Is ook saai. Oh, wow! Dat is heel... Oh, ik die tweede ook nog, hoor. Holy shit. Dit is waarom je dus op je kinderen let. Ja, nee, gewoon geen kinderen nemen. Het is meteen een trauma, dit kind. Ja, terecht. Kinderen aan riempjes. Ja of nee? Oké, wat is dit? Auto rijdt gewoon te enthousiast achteruit, beukt iets in, dak stort gewoon weer in. Er gaat iets ergens vandaan komen. Nee, ik denk dat de grond instort. Nee. Toch een dak. Shit, allemaal zonnepanelen. Er stond er niemand onder. Nee, het is niet echt near death, hè? Nee. Tenzij we ook het leven van de auto in acht nemen. Die doet het nog wel, denk ik. Ja, je is zo'n olifant, die gaat in één keer die auto omsmijten natuurlijk. Ja, precies. Die komt ineens heel agressief naar je toe lopen. Ze hebben gezien in Far Cry 4. Ja, precies. Eng jongen, als dat er recht op je afkomt. Hij gaat dus binnenkort naar Zuid-Afrika. En heb je ook een shotgun mee om dan gewoon de olifanten zo gewoon neer te schieten als dat gebeurt? Ik weet niet hoe dat werkt. Voor mij doe je dat niet bij een safari, toch? Voor mij heb je geen shotgun mee. Wel een soort safaris die ik doe meestal. Voor mij heb je geen shotgun mee. Wel een soort safaris die ik doe meestal. Met shotgun is dat. Ah, je doet van die elite safaris waar je dan zo'n zeldzaam dier neer gaat schieten en dan een foto maakt. Ik snap trouwens dat nog steeds niet. Maar wat is nou de appeal voor die rijke mensen om zo'n zeldzaam dier neer te schieten? Ja, power trip, precies. Je gaat heel lekker natuurlijk op macht wanneer je op zo'n positie bent gekomen. Dan gaat dan gewoon kinderen doodmaken of zo. Dat is wel meer macht dan een olifant, zou ik zeggen. Alhoewel, er zijn meer kinderen dan olifanten, dus hè. Het is, we gaan door. Uh-oh. Oi, oi, oi. Waarom? Ik hoop dat ze mild getoucheerd worden wel. Even die schrikken goed inzit. Oh my god, een kleine touche. Vind ik sowieso tering eng, maar altijd die longboard video's van die bergen. Wat ben je nou aan het doen, jongen? Oeh. Zo. Oeh. Waar ga je dan heen, hè? Geheime route in Mario Kart. Geheime route inderdaad, shortcut. Oké. Zodat het dak weer in? Nee. Bliksem slaat in op een van de bomen. Ja, maar het is helemaal niet bewolkt volgens mij. Ja, bliksem bij een heldere hemel. Dat is een uitspraak met een reden. Ik zeg, ze rollen de weg op en daar is een auto. Yes! Woe! Yes! Oké, wat hebben we hier? Poesje springt op de camera af. Ik denk dat deze helemaal niet zo erg is. Ik sla me daarmee aan, Wil. Die is dood, die is dood. Die is dood. Dat werkt dood. Ja. Nou. Zo. Oh! Zo. Mensen hebben wel echt goede reflexen. Ik had dus laatst een droom dat iemand zo bijna aangereden werd door een auto en ik zag het zo gebeuren. En ik bevroor eventjes voor een seconde en daardoor was ik net te laat. Ik heb het gevoel, als ik nu iemand moet redden in een soort split second, dat ik het wel meteen doe en dan die seconde overwegen, overslaan. Ik had toevallig op Reddit eentje gekeken van een man ook. Die kan even gaan laten zien. Welke Reddit was het ook alweer? Dat was van gisteren, geloof ik, op stream. Waarom komt dit in denken vanaf? Dat had ook al opengezet. Oh, deze meme. Kleine intermezzo. Genoeg hiervan.
Ik had dus het laatste idee dat ik neergeschoten werd. Je had het idee dat je neergeschoten werd? Ja, ik fietste dus naar huis nadat ik een nachtdienst had gedraaid bij de nachtclub waar ik werk. En ik had toen een van de eerste treinen naar Amsterdam in de ochtend. De nachttreinen waren voorbij en dat was wel interessant. Want het enige die er nog overblijven waren in deze trein, waren een paar mensen die echt heel vroeg naar hun werk gingen. Mm-hmm. En een paar mensen aan de MDMA die nog heel wakker waren. Ik heb het ook wel eens meegemaakt in de bus. Toen riep iemand echt door de volle bus: heeft er iemand keta? Ja. Lijkt me best wel leuk als je dan inderdaad zo vroeg moet werken dat je altijd met dat soort mensen. Dat is wel interessant. Maar ik fietste dus vanaf Amsterdam Centraal fiets ik naar het huis van mijn vriendin. Maar een stukje voorbij de Dam was er ineens een guy. En ik denk achteraf dat dit zijn pinpas was. Maar die deed in één keer, deed zo naar mij. In mijn reflex, in mijn beetje moerige staat waar ik in zat, leek het alsof hij een pistool naar me trok. Nou, ik heb denk echt met een soort van heel bang gezicht, heb ik gewoon een beetje weggedoken. Ik weet nou niet meer op welke subreddit het filmpje stond. Nou, dan maar door met dan maar door met de video of zo. Ja. Even eentje dan. Oké, okay, we gaan door. Ja. Dit mag je er zeker in laten. Het is zeer, zeer belangrijk voor de edit. Wil je weer raden? Weet niet, man. Gebeukt van achter, denk ik. Nou, die was, ik vond dat was denk ik wel mijn favoriet tot nu toe. Gaat iets vallen bij die baby? Oh! Ah, die had waarschijnlijk overleefd. Nee, je hebt zeker iets gedaan op shaken baby syndroom, maar dat is niet zo'n tikkie meestal, toch? Ik heb een hele aflevering van Napleit erover geluisterd. Als je dus een kindje dat even één keer goed door elkaar schudt, dan kunnen ze er echt dood van gaan. Echt? En dan was er een gozer, die heeft twee kinderen die daaraan overleden zijn. Toen, ja, de eerste keer had hij geloof ik al, was hij net aan weggekomen, toen gebeurde het nog een keer. Toen was het toch van, een beetje sissy. Oh, wat naar, dat is heel grimmig. Deze heb ik gezien volgens mij. Deze is wel interessant daadwerkelijk, want hier leer je ook wat van. Dit is zijn zoontje, doet het sprontje, op het idee. En die komt dan bij een boom te zitten. En wat je dus heel vaak om een boom heen hebt, is heel veel losliggend sneeuw. Mm. Waar je nog heel makkelijk inzakt vergeleken met het andere. Oh, ja. En dit is dus volgens mij best wel een groot deel van de wintersportdoden ieder jaar. Komt hierdoor. En dan zak je er één keer doorheen. Ja, en dan zak je ineens heel diep. Met veel lagere dichtheid, ja. Ja. Damn. Heel angstig wel, hoor. Oh, eng, man. Als je helemaal in zit, dan krijgen we nog even een uitleg. Three well. Hier, 20%. Ziek, toch? Jongens, ga gewoon niet wintersporten. Ik betaal echt al genoeg voor een verzekering. Ja. En iedereen daarheen, oh, ik ga lekker mijn been breken, ik maar betalen. Ik vind het echt aso. Ja. Ik vind dat we gewoon wintersporten moeten afschaffen. Het is alleen maar gewoon rijke mensen die hun botten breken. Als je wintersport hebt, gewoon sowieso €3000 eigen risico. Het is weer de rijken die profiteren. Het is weer de rijken die profiteren, hoor. Ja. Die gaan zichzelf helemaal kapot wintersporten en ik maar betalen. Ik heb nooit wat, hè? Ja, Rick, ik ga je wel nog steeds. Op het moment dat ik ook net zo welvarend ben als jij, neem ik je een keer mee op wintersport. Lijkt me heel leuk. Echt kut. Nee, je wordt echt lachen. Kunnen we niet gewoon olifanten afknallen? Nee. Oh, man. We gaan wintersporten. Zullen we gewoon nog wel een paar van deze memes kijken anders? Oké. Belangrijke tip. Sappertje doet veranderen in een gek hondje, ik. Leuk. Leuk. Dit zijn echt een soort memes die wij elkaar sturen. Ja. Oh, ik vind dat gezicht van Mobisa met hoe die ook geposeerd staat, is gewoon zo goed. Ik wil deze video wel zien. Ik ga hem even laten bekijken. Is het fake? Ik heb gisteren zijn review van de Aldi gezien. Dat was wild, hoor. Hij vond dat vrouwen achter de kassa houden. Okay. En dan was dat mannen achter de kassa houden. Dus dat was wel een groot nadeel. We kunnen anders onze Instagram DM kijken. Dat vind ik een goed idee. Daarmee afsluiten. Even kijken. Ik heb al lang niet meer gedm'd, zeg jij. Eén dag, hè? Schenke. Cool. We maken eigenlijk gewoon hier een oude man belachelijk. Ja. Ja, die vond ik ook leuk. Die. Ik wist helemaal niet dat Ruben zo'n fragment had. En dan gaat mijn monetization op de video. Dat is net jammer weer op het einde. Yo, welke koek ben je? Zo, wat een smuldadig verteerbare kruimelige chapkoek. Smash. Mijn favoriete internetfilmpje van de afgelopen 5 jaar. Dat was duidelijk. Deze man lijkt me gewoon wel leuk in de omgang ofzo. Ik wil gewoon een dagje met deze man in de Efteling. Ja, dat heb ik ook wel, ja. Smash. Smash. Nice. Ja, die vond ik ook heel leuk. Het stuk allebei niet opdrinken, maar wie heeft dit dan verzorgd? Ja. Je zou zeggen dat in ieder geval eentje hem gaat opdrinken, toch? Hij vindt het heel klein wel, die is wel leuk. Ja. Dan wil je gelijk pillen slikken en volgas gaan, hè? Denk jij dat ook? Ja, hè? Blij, man. Ik vind het ook helemaal niet een bijzonder nummer of zo. Wat hij daar aan het luisteren was. Ik verwacht wel dat hier 3 memes uitgeknipt worden natuurlijk. De 3 grappige. Dat lijkt alsof onze meme communicatie echt super fire is, weet je. Wat is dit? Willen we deze zien? Ik wil graag zien. Ik ben ook wel benieuwd. When something just snapped,
something in. Weer gebeten om erop te klikken ook. Wait the fuck up, samurai. We have a Oké. Mag dit op stream? Ja, voor mij wel. Anders moet je het goed bekijken. Een paar dagen vakantie. Doei! Bedankt voor het kijken. Ik vond het heel gezellig. Ja, was wel oké. Was wel oké.